Dag Ine, sinds 2019 heeft ons land een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen. Met een soort grote hervorming heeft de wetgever dat wetboek bij de tijd willen brengen en aanpassen aan de hedendaagse noten van onze ondernemingen. Nu, tegelijkertijd biedt dat nieuwe wetboek ook wel een aantal mogelijkheden in het kader van vermogensplanning. En dat is uiteraard waar we het met jou over willen hebben, want jij, Ine de Voet, jij bent estateplanner bij de Groof Peterkam. Als we kijken naar dat wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan was eigenlijk de eerste deadline 31 december 2023. Tegen die datum moesten alle vennootschappen bij de notaris gepasseerd zijn om de statuten aan te passen aan de nieuwe regels. Hoe ver staat het daar eigenlijk mee en wat met een bedrijf die dat bijvoorbeeld vergeten is? Wel, op vandaag moet een derde van de vennootschappen hun statuten nog steeds aanpassen. Die vernootschappen riskeren geen geldboete, want zo'n sanctie werd eenvoudigweg niet voorzien door de wetgever. Wel kan het eh, niet aanpassen van de statuten een aantal ongewenste gevolgen met zich meebrengen. Denken we maar aan een bank die weigert kredieten te verlenen, het verlies van subsidies of erkenningen. Dus eh, het wordt wel aangeraden om die statuten nog te gaan aanpassen. Zijn er andere risico's? In hoofden van de bestuurders zijn er zeker risico's in die zin dat zij persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor die geleden schade. Nu, in de praktijk is het moeilijk om dergelijk rechtstreeks verband te gaan aantonen. Laten we het ons dan eens hebben over vermogensplanning, over jouw domein. Wat zijn nu de mogelijkheden die de nieuwe vennootschapswet biedt? Er zijn zeker een aantal nieuwe mogelijkheden en in vermogensplanning gaat men eigenlijk vaak focussen op twee elementen, namelijk het behoud van controle en een bepaalde mate van zeggenschap en anderzijds een bepaald of een zekere mate van inkomstenbehoud. Klassiek werd dat dan geregeld op niveau van de schenkingsakte, waar men dan bijvoorbeeld ging een, een schenking gaan doen met voorbehoud van vruchtgebruik. De vruchtgebruiker kon dan de stemrechten gaan uitoefenen en um, op die manier was die ook nog gerechtigd op, het, uh, op de inkomsten. Je spreekt over twee elementen: hè? behoud van controle, behoud van inkomsten. Heeft het nieuwe vennootschapsrecht op die beide domeinen een impact? Jazeker. Het eh, ja, inkomstenbehoud en controlebehoud kan worden verankerd op niveau van de statuten van de vennootschap. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om eh, in de schoot van de besloten vennootschap nu aandelen te gaan creëren, eh, verschillende soorten eigenlijk te gaan creëren met verschillende rechten. Wat is er eigenlijk interessant aan het creëren van verschillende categorieën van aandelen? Eh, wel, dan kan ik het best illustreren eigenlijk aan de hand van een voorbeeld. Neem nu, uh, vader en moeder hebben een uh, familiebedrijf. Uh, zij hebben vier kinderen, twee dochters zijn actief, twee zonen zijn niet actief, hebben een andere professionele bezigheid. Die twee dochters die trekken die vennootschap echt. En uh, vader die, um, die heeft besloten met moeder om aan successieplanning te doen. Zij willen de aandelen gaan schenken. De twee dochters die willen, um, laten we zeggen, onafhankelijk blijven in hun beslissingen. En uh, zij krijgen dan bijvoorbeeld meervoudig stemrecht. Um, en de ouders zij kunnen dan bijvoorbeeld nog um, aandelen hebben met uh, een bepaald veto-recht of zelfs uh, 50% dividendrechten. Dat is zeker mogelijk met het nieuwe vennootschapsrecht. En eigenlijk zijn er oneindig veel mogelijkheden uh, die het nieuwe vernootschapsrecht biedt. Ja, oneindig veel mogelijkheden. Daar staat allicht ook wel tegenover dat er beperkingen zijn. Uiteraard. Denk we maar aan die preferente aandelen waar we het zo net over hadden, waar er dus meer winstrechten worden toegekend. Die worden bijvoorbeeld uitgesloten van het VVPR-BIS-regime. Dat is een, een bepaald regime die ervoor zorgt dat u dividenden tegen een verlaagd tarief kan uitkeren. Dit is bijvoorbeeld dan een beperking, en zo zijn er wel een aantal aandachtspunten. En meer in het algemeen kan eigenlijk worden gesteld dat het belangrijke is om de wisselwerking en de coherentie van alle juridische documenten eigenlijk te gaan nazien. Denk we maar aan de coherentie tussen de statuten, het familiecharter, de testamenten, ja, noem maar op. Eigenlijk is de conclusie, Ine, met het nieuwe vennootschapsrecht zijn er wel heel veel mogelijkheden voor vermogensplanning, maar je gaat toch maar beter doordacht te werk. Een afspraak met een estateplanner lijkt mij geen overbodige luxe. Bedankt voor dit gesprek. Dank u.